Welkom, een nieuwe korte update van deze week rond NEC. Na de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar, puntje gepakt. Knap, ja. Eigenlijk kun je toch wel stellen als je bij AZ een puntje pakt dat het knap is. Late wedstrijd op donderdag. Ja, hoe is het dan voor zo'n trainer, zo'n terugreis? Dan ben je laat thuis, hè? Nee, klopt. We waren laat terug. En ja, vanochtend vroeg weer trainen, want de volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. Ja. Hoe voelde dat op de terugweg in de bus? Toch als een soort overwinning? Of ook toch wel een beetje onvrede vanwege het spel? Nou, niet als een overwinning. Alleen uiteindelijk moet je realistisch zijn, denk ik. En denk ik dat je met een punt tevreden moet zijn. En hebben we gespeeld volgens mij tegen een ploeg die prima voetbal laat zien. Die uitstekend gestart is dit seizoen. Die heel veel clean sheets heeft behaald tot nu toe. Nou, dan hebben we daar gewoon een punt gewonnen, denk ik. Iedereen ongeschonden uit de strijd gekomen? Nou, dat moet echt nog wel blijken, want ik heb nog niet eens iedereen gezien vanochtend. Maar natuurlijk zijn er wel jongens met pijntjes en er waren ook al jongens die met pijntjes begonnen. Dus ja, we moeten kijken of dat voor zondag allemaal haalbaar is, maar dat zullen we morgen verder bekijken. Je bracht Di Matta ook nog eventjes. Hij kwam eigenlijk niet zoveel in het spel voor, hè? Nee, klopt. Dat was in een fase dat we het moeilijk hadden om in balbezit te blijven. Hè. Dat we heel slordig waren. Nou, we brachten hem ook om wel dreiging in de diepte te houden en een bal vast te houden. Nou, dat was gewoon heel lastig voor hem. En, het is sowieso lastig als je niet je teamgenoot kent, hè, want je bent net een dag hier. Maar uiteindelijk is het wel fijn voor hem dat hij zijn eerste minuut heeft gemaakt. En van daaruit gaan we proberen uit te breiden. Ja, en dan is het een kort nachtje en dan moet je vrijdag hier alweer aan de bak voor de voorbereiding op de volgende wedstrijd. En die is al zondag tegen Heerenveen. Dat is best lastig, denk ik, hè? Zo kort erop. Goed, het is natuurlijk geen voordeel als je zo kort op elkaar speelt. Hè. Daar zijn uiteindelijk de wedstrijd voor AZ is ook verzet voor AZ, omdat ze anders zoveel wedstrijden kort op elkaar spelen. Nu is er natuurlijk vermoeidheid omdat je een korte nacht hebt gehad. Alleen richting zondag zal dat wel... Wel een beetje wegvloeien, alleen ja, in de wedstrijd kan dat natuurlijk altijd een punt zijn. Alleen, we zullen ermee om moeten gaan en we moeten kijken hoe fit iedereen is morgen. En kijken waarin we de beste keuze kunnen maken. Heerenveen natuurlijk een andere tegenstander als AZ. Verwacht de trainer eigenlijk dat hij daar dan meer kans heeft? Als je kijkt naar wat Heerenveen tot nu toe heeft gedaan, heeft het heel gesloten gespeeld met 5 achterop. Weinig goals weggegeven, pas 1 goal tegen gehad. Dus die zijn zeker in staat om goed te verdedigen. Ik denk dat alleen AZ verder is aan de bal. Dus wij zullen ook meer aandeel krijgen aan de bal in het spel. En ja, daaruit moeten we dan weer de kansen gaan creëren. Alleen het is een ander soort wedstrijd dan gisteravond, denk ik. Op naar de andere kant weer van het land, naar Heerenveen. Ja, nee, klopt. Wat dat betreft zitten we aardig in uitwedstrijden, zou ik maar zeggen. Maar geen probleem. Ja, dat was hem dan echt voor deze week. Zondag wordt er dus gespeeld. Weer een uitwedstrijd. En er gaan gelukkig weer heel veel supporters mee richting Heerenveen. De wedstrijd is om 2:30. En natuurlijk ook weer te volgen bij RN7 op de radio. De update is er weer volgende week. Tot dan.